Hij draagt nog altijd de gebreide trui van zijn moeder. Hij is er nog eentje van op de barricade, weet je wel, van de Partij van de Arbeid. Oud-voorzitter, die Hans Spekman. Nou, heb je hem gehoord? Hij had allerlei vragen over de winst van de PVV en die enorme opkomst van Wilders. Hij zegt, hoe kan het land zo razend zijn? Waarom is Nederland zo razend op van alles en nog wat? En, nou, beste lieve aardige Spekman, want hij heeft het hart wel op de goede plek zitten, die Spekman. Dat komt omdat jullie van links nooit naar de mensen hebben geluisterd. Nee, jullie luisteren niet naar jullie eigen achterban en ook niet naar de burgers in het algemeen. En dan krijg je dit. Dan worden mensen razend van, ja. En hij had nog een vraag. Hij zegt, hoe kan het nou zijn dat in Pekela met de radeloosheid van die mensen wel beantwoord wordt door Wilders? Ja, dat is gewoon omdat je moet luisteren naar de mensen. Ja, want je denkt, arbeiders die zijn gewoon bezig. Mensen die werken gewoon elke dag. Die hebben geen tijd voor klimaat. Die hebben echt geen tijd om op de A12 te gaan zitten. Nee, die zijn bezig om te overleven. En die denken alleen maar, kan ik mijn energierekening betalen? En hoe zit het met mijn eigen risico? En daar zijn ze mee bezig. En toch niet met dat soort flauwekul. Maar jullie wel. En dan constateer je ook, ja, dat de Partij van de Arbeid en de GroenLinks, dat jullie te elitair zijn geworden, zei Spekman. Dat had hij zelf dan wel door. Nou, dat was ten tijde van Marcel van Dam. Ten tijde van Pim Fortuyn was het al zo. Toen waren jullie al te elitair. Bezig met hobby's. Met klimaatflauwekul. En met, kom maar binnen met je knecht. Weet je wel, begrip voor de medemensen. Ja, nee, kom maar binnen. En daar hebben de mensen geen zin in, wat mensen zien in hun woonwijken. Die zien Nederland veranderen en die worden er angstig van. En die roepen de hele tijd, dat willen we niet, waar is mijn Nederland? En daar hebben jullie nooit enig begrip voor gehad. Als Partij van de Arbeid en GroenLinks al helemaal niet. Want dat zijn alleen maar voor die types. Die staan in een kunstgalerie, glaasje wijn en dan lekker politiek correct uit je nek leuteren. Dat is het. Ja, en dan vanuit de comfort, vanuit jouw prettige positie, is het maar al te makkelijk om dat soort dingen te zeggen. En al die mensen, die deugdneuzen en die, kijk mij eens, politiek correct zijn, die mensen, die hebben jouw partij, Spekman, die hebben ze gekaapt. Ja, en daarom zit jij nou vertwijfeld, hoe moet dit nou verder met links? Nou, het gaat niet verder. Arme Spekman, nee, helaas, hier stopt het. Want daar komt jouw woord, radeloos. Links is radeloos verloren.